Kijk, Fik. Handschoenen. I love my city. Oh my god, I'm such a city girl. I'm walking through the Vondelpark. We gaan naar Lisa. Lisa. Lisa, je bent leuk. Wat doe jij? Maar het is wel iets rustiger, maar er waren hier dus net allemaal rellen. Ik weet niet, ik vind het allemaal een beetje eng of zo. Ik maak me een beetje zorgen over in hoeverre dit allemaal gaat escaleren en door gaat slaan. Goedemorgen, het is vandaag maandag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik ben ready gemaakt en ik wacht op Fik en dan gaan we naar de stad. In ieder geval, we gaan eerst een rondje lopen en dan gaan we naar de stad om wat foto's te maken voor Instagram. Super gezellig. En daarna gaan we misschien nog met een vriend van ons even weer een rondje lopen in het Vondelpark. Ik ken inmiddels het hele Vondelpark uit mijn hoofd. Maar goed, het is wel gewoon weer even lekker om lekker buiten te lopen. Maar volgens moet wel niet denken, wat doet deze meid met haar leven? Ze gaat elke dag een beetje een rondje lopen, that's it. Ja, ik heb het ook continu. Oké. Fik en ik zijn klaar met foto's maken. We zijn nu bij Leidse. We staan letterlijk naast het Paradiso. En we hebben besloten om nog even een wandeling te maken in het Vondelpark. Even een koffietje te halen, want ik ga leren koffie drinken. En het was zo bizar. Er kwam dus net een man naar ons toe. Die ging tegen ons Engels praten, omdat hij dus dacht dat wij uit Engeland kwamen. Heel gesprek over dat hij ons echt warme personen vond. En dat hij ons een mooie uitstraling vond hebben, bla bla. Ja, dus op een gegeven moment zegt hij... Ja, op een gegeven moment zegt hij, ja, ik wil met jou op date. En ik dacht echt, oh mijn god. Dus toen heb ik gezegd dat ik al een vriend had. En toen zei hij, mag je wel volgen op Instagram? Ik zeg, nou, mag altijd. Ik dacht, ja, meer volgers erbij, kom maar door. Dus ik typte mijn naam in op zijn telefoon. Volgde hij me al? Dus ik zeg, hè, je volgt me al. Super raar was dat, maar goed. Toen heb ik echt de beste grap ever gemaakt. Ik heb namelijk deze schoenen. En toen deed ik... Kijk, Fik, handschoenen. Maar ze snapte me niet. Nee, ik lachte wel mee, maar ik was na een minuut dacht ik, oh ja, schoenen. Schoenen om de hand, handschoenen. Goed, het is fucking koud, dus ik ga snel handschoenen aandoen en dan echte. En dan gaan we naar het Vondelpark. Oké, jongens. Ja, met jou. Ik heb een latte macchiato. Want ik dacht, er zit veel melk in. Dus misschien dat ik dat eerder lust dan koffie. Ik weet niet. Ik moet gewoon leren drinken. Want het is wel echt chill voor mijn handen. Ik had namelijk echt zulke bevroren handen. Ik kon bijna niet meer typen of iets doen. Maar ik ga het proeven. Nee. Dat is niet zo mijn ding. Maar ik ga hem opdrinken. Ik ga jullie bewijzen dat hij straks leeg is. Oké, jongens, kleine update over de koffie. Ik krijg het echt niet weg. En ik wil het zo graag, want ik wil aan jullie laten zien dat die straks leeg is. Want dat heb ik gezegd, maar echt bij elke slok moet ik gewoon mijn hoofd vertrekken. Omdat ik het zo vies... Ik wist gewoon dat je het niet opkreeg. Ja, kut. Oh. Nee, ik ben bijna op de helft. Ja, wat een leuke trappetjes, hè? Ja, cute. Amsterdam is sowieso leuk. I love my city. Oh my god. I'm such a city girl. I'm walking through the Vondelpark. And I have a latte macchiato. Vondelpark. Central Park. I have a park? Het is een park trouwens. I have a coffee and I'm making pictures in the city. So I can post it on Instagram and tag Amsterdam because I'm an Amsterdam girl. And okay, bye. Oké, jongens, I failed. Hij is nog, ik denk nog wel 1/3 vol, maar ik ga het weggooien. Goedenavond, het is vandaag dinsdagavond en ik begin mijn dag, ik begin mijn dag niet laat. Ik begin mijn vlog een beetje laat op de dag. En nu ben ik lekker thuis en heb ik een video opgenomen, namelijk mijn shoplog van Lofies. Die komt vandaag online. Echt mijn huis. Ik heb het nu een beetje opgeruimd, maar de hele woonkamer lag vol met kleding, lampen, statieven. Het was echt... Een en al chaos. Ik weet ook niet of het een toffe video is geworden. Want je merkt gewoon dat gewoon de achtergrond totaal chaotisch is. En dat ik totaal chaotisch ben. Maar ik laat wel in ieder geval alle kleding zien die ik besteld heb. En het is best wel leuke kleding. Ik vind dat Lofies echt een leuke collectie heeft. Ik heb nu namelijk ook een broek aan. Die ik heel tof vind. Ik weet niet of jullie hem goed zien. Wacht, ik loop even naar mijn mega spiegel in de kamer. Dan kunnen jullie hem beter zien. En ik weet nog wel, toen ik deze voor het eerst aantrok, dacht ik echt, oh mijn god, nee.
Maar ik heb dat dus wel vaker, dat ik gewoon even aan dingen moet wennen die een beetje out of my comfortzone zijn. Nu is mijn comfortzone heel makkelijk, gewoon spijkerbroek en een trui. Dus dat gaat al snel en ik ga hem even laten zien, want ik vind hem toch wel heel erg leuk. Oké, dit is dus mijn outfit en dit is de broek. En het is dus van leer en dan een beetje slangenprint. En aan de onderkant een split. En dat vind ik dus super tof met mijn nieuwe sneakers van Sneaker Legend. En gewoon lekker een soort kooltrui, simpel, maar toch wel stylish. Ik voel me echt heel erg modebewust ineens. Het slaat nergens op. Ik heb echt fases. Nu voel ik me ineens weer modebewust. En als ik dan één keer ga hardlopen, voel ik me ineens weer een hardloopster. Dat is gewoon echt zo'n onzin. Maar goed. Maar wat ik al zei, het huis is dus een beetje rommel. En dat ga ik dus nu een beetje opruimen. En ik ga ons huis weer beerproof maken. Want ik ga straks naar Meijerrecht. Gezellig eten bij mijn moeder. En dan ga ik eventjes beer ophalen. Want ik mis hem gewoon. En ik zie dat ik best wel vaak reacties krijg onder mijn video van waar is beer? En woont beer niet bij jou? En sorry als ik er niet altijd op reageer. Want ik dacht, ik leg het wel een keer in de video uit. Want ik weet niet, ik heb het al best wel vaak uitgelegd voor mijn gevoel. Maar beer is mijn hondje. En ik heb beer zelf gekocht. En ik heb hem gekocht in de veronderstelling van hier ga ik gewoon zelf lekker voor zorgen. En het is mijn verantwoordelijkheid. En dat is het nog steeds. Beer is nog steeds van mij. Hij is wel veel vaker bij mijn zusje in Meidrecht. En daar ben ik haar heel erg dankbaar voor. Want toen ik net uit Love Island kwam, ging ik natuurlijk in Amsterdam wonen. Het was allemaal nieuw, de verhuizing. Nieuwe mensen om me heen. Nieuw werk ineens. Het was allemaal een beetje een gekke periode. En toen heeft zij heel erg veel op beer gepast. En beer was in het begin ook nog wel veel hier. Want ik weet nog wel tijden dat hij en Ziggy en Fik en ik dan met z'n viertjes op de bank zaten. En dat was super leuk. Maar ik merk gewoon dat Beer zich misschien wat opgesloten voelt in mijn appartement. Ik heb natuurlijk niet een heel groot appartement. Beer is voornamelijk gewoon lekker in de woonkamer. Daar heb ik dan altijd zijn bench en zijn mandje en zijn kleedje en zijn speeltjes. Maar het is toch vrij klein als je het vergelijkt met het huis van mijn ouders waar hij dus echt is opgegroeid. Hij heeft daar ook een tuin en Beer is gewoon gewend om lekker de tuin in te rennen als hij dat wil. En hier kan dat niet. Dus ik merkte dat hij zich hier minder op zijn gemak voelde. Hij was onrustig, hij was veel aan het blaffen, hij deed een beetje gek naar mij. Dus ik merkte gewoon dat Beer het veel fijner vindt om in het grote huis bij mijn ouders te zijn. Er zijn dan ook altijd mensen om hem heen, er is altijd wel iemand thuis daar. Ik ben natuurlijk soms wel weg en hij hoort natuurlijk ook gewoon alleen te kunnen zijn. Dat kan hij ook, maar ja, iedereen houdt van aandacht, zo ook mijn hond. Dus die vindt het dan natuurlijk helemaal geweldig dat daar altijd mensen zijn. Dus het is niet de reden dat ik niet voor hem wil zorgen. Het is ook niet de reden dat ik niet voor hem kan zorgen. Ik heb gewoon zoiets van, Beer heeft het fijner daar. En ik merk dat hij daar gewoon meer zichzelf is. Ja, dat klinkt heel stom, maar ook gewoon hier, hij eet bijna niks. Weet je wel, hij is het gewoon allemaal niet gewend. En misschien moet hij even door die gewenning heen. Maar daarom komt Beer gewoon best wel vaak bij mij logeren. Ik laat het niet altijd in mijn vlog zien. Ik ben benieuwd of ik het ook gezellig vind dat Beer er is. Maar dat komt wel zo goed. Nou, ten eerste, ons huis is helemaal beerproof. En ten tweede, kijk hoe gezellig dit is. Ik vind het zo leuk. Ik wil het eigenlijk aanlaten, zodat Fik thuis komt en denkt, oh wat gezellig. Maar ik weet niet hoe laat ze thuis komt en ik ga nu weg. Ik zit in de auto. Ik heb heerlijk gegeten bij mijn moeder. En kijk eens wie er met mij mee is. Beer! Hey, schatje. Ja! Ja! Oh, mijn moeder zit echt aan te kijken. Waar zit ze in de auto? Ik ga lekker naar Amsterdam rijden, want normaal gesproken was ik wel langer bij mijn moeder gebleven. Maar Maartje en... Maartje. Wow. Sorry Marit als je dit ziet. Marit en Rafaella die komen even langs. Die waren in Amsterdam. Dus die komen lekker gezellig even een wijntje doen en kletsen. Dus dat wordt gezellig. Dus ik ga nu snel rijden weer terug naar huis. Marit is een beetje aan het doodgaan. Oh, welke was het? Deze. Ja, maar kijk schat. Er zit een klodder spicy mayo op, ja, schat. Ik dacht dat het gewoon... Oh, je andere hoe noemen we dat? En kijk wie er zijn. Marit en Rafaella. Hey. En Fik. En Beer. Oh. Yay. Wow. Maar ik heb dus zoveel gegeten bij mijn moeder dat ik echt ontplof. Maar die sushi ziet er zo lekker uit. Nou, kip. We hadden het er nog over. Fik en ik zeiden we kunnen best wel vaak gewoon een kip halen. Oh. Want er zit zo'n kippentent bij ons die super lekker is. En ik heb mijn moeder dus kip gegeten met aardappels en salade. Heb je al zin in onze HelloFresh avonden? Uh-huh. We moeten echt in de tafel. Wanneer komt dat? Ja, pas over een week. Fik heeft HelloFresh besteld. Super. Wat vond je van die tafel die ik stuurde? Ik moet toch even mijn appjes teruglezen. Jongens, Rafaella lust geen rijst. Dus die heeft alles soort van ontleed hier. Ja, wij hebben een samenwerking met een sushibar. Het was super lekker. Super lekker. Alleen Rafaella, ja, die ontleed het gewoon. Ik dacht gewoon, ja, Rafaella bestelt sushi, maar ze lust geen rijst. Ze eet gewoon alle toppings en wat erin zit. Ja. Ik heb het sashimi. Ja. Nou, dit is nog over. Ook een beetje ontleden. Ik zeg, we hebben ons best gedaan. Het is geslaagd. Dank je.
huisroutine kwam. Je bent vermoeiend, eigenwijs, een irritante trut. We schreeuwen Lisa, 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 je bent kut. Ik vind die niet, Lisa. Dit is het beste nummer ever. Kut Lisa van René Watsema. Goedemorgen, het is vandaag donderdagochtend. En ik heb Beertje net lekker uitgelaten. En nu ga ik lekker een ontbijtje maken. En ik heb dus een probleem. Nou ja, een probleem. Ik heb al een tijdje een probleem. En dat is het volgende. Ik heb nooit moeilijk gedaan over dat de kappers dicht gingen. Weet je, regels zijn regels. Jongens hebben het zwaarder, zeg ik dan altijd. Ik bedoel, die moeten om de week naar de kapper. Ik hield het wel vol, boeien. Maar nu is er dus een mega knoop ontstaan onder mijn extension. En ik zal even kijken of ik het kan laten zien. Ja, mijn extensions zien er sowieso niet meer uit. Maar hier zitten mijn extensions. En hier is een mega klit ontstaan. Ik weet niet of je het ziet. En anders heb ik er een foto van, dan ga ik die er even in editen. Maar er is een mega klit ontstaan van mijn echte haar onder mijn extension. En ik krijg dat er zelf niet uit. Dus mijn extension moet eruit worden gehaald. En dan moet die klit echt uitgekamd worden of uitgeknipt. Maar dan heb ik een soort van gat in mijn achterhoofd waar geen haar is. Dus het is best wel een probleem. En ik accepteer echt dat de kappers dicht zijn. Maar ik heb toch mijn kapper even een berichtje gestuurd en die schrok er ook van. Dus die komt zo even langs om te kijken wat ze kan doen. Want ja, als ik dit nog langer laat zitten, dan bestaat er echt een kans dat echt gewoon het alles eruit geknipt moet worden. En dat willen we natuurlijk niet, want het is ook mijn echte haar. Dus ik ga mijn extensions goed eruit halen. Misschien dat ik ze er wel gewoon uit laat. Want ja, de kappers zijn toch dicht en niemand ziet mij. Maar aan de andere kant ben ik ook alweer gehecht aan lang haar. Want dit is gewoon mijn echte haar. Even kijken. Ja, dit, ik weet soms niet eens of mijn echte haar is. Dit mijn echte haar en dit is mijn extension. Dus echt een stukje korter. Maar we gaan het allemaal zien. Ik ben al lang blij dat ze langskomt. En dat dit probleem opgelost kan worden. Want het is echt super heftig. Kijk jongens, hoe schattig Beer is in het jasje. Ja, het is zo cute. En het is niet zielig of zo hoor. Want Beer heeft het jasje gewoon omdat het koud is buiten. En omdat mensen anders irritante opmerkingen gaan maken over zijn kale plek. Want die heeft hij dus nog steeds op zijn rug. Ik kan zo even laten zien. Het is eigenlijk nog steeds veel erger geworden. En ja. Beer, wat maak je nou gekke geluidjes? Gaan we lekker lopen? Gaan we lekker een rondje lopen? Ja. Ik heb hier lekker uitgelaten en nu ben ik weer thuis. Het is inmiddels 5:30 en ik heb boodschappen ook gedaan. Want ik ga vanavond koken voor Esseldien en Thomas. Die komen even langs en dan ga ik mijn geweldige pasta met spinazie en garnalen maken. Dus dat is super lekker. En er is iets heel bijzonders gebeurd wat ik nog niet verteld heb. Namelijk dat mijn extensions eruit zijn. Dus dit is gewoon mijn eigen haar. En eigenlijk was het dus de bedoeling dat ze dus die klit eruit ging kammen. En dan weer mijn extensions er weer in deed. Maar ik keek in de spiegel en ik dacht, ja, eigenlijk ben ik best wel tevreden zo met mijn haar. Het is niet super kort. Het is ook niet dood. En het is ook niet heel dun of zo. Dus ik dacht, ja, waarom zou ik eigenlijk weer die extensions erin laten zetten? Voor wie? Wie gaan we nu zien? Weet je wel? Ik bedoel, ja, als het nou echt... echt een verschil zou zijn. Maar die extensions zijn bijna net zo lang als mijn eigen haar. En dan zou het misschien iets qua dikte zijn. Maar ja, ik heb nu toch geen feestjes of events of dat soort dingen. Dus ik vind het eigenlijk wel prima. En ik vind het heerlijk om nu gewoon lekker achter door mijn haar te gaan. En niet die extension dingen te voelen. Nu ga ik even editen. En dan ja, beginnen met koken voor onze gasten vanavond. Niet oké, jongens. Het is inmiddels, hoe laat is het? 10:30. Oh, nou, het is nachtwerk, want wij gaan Cluedo spelen. En Thomas heeft heel goed de uitleg. Het lag niet aan mijn uitleg. Dat nee, lang zeker duurde. Niet. Maar het is gewoon echt een heel ingewikkeld spel. Dus voor mijn gevoel zijn we echt 3,5 uur verder. Gaan we nu eindelijk beginnen. Snap jullie het? Nee. Maar er is een moordenaar. Er is een moordwapen. En een moordlocatie. En we gaan erachter komen wie het was. Ron is ontvoerd. Of het is dus Harry Potter, Ron is vermoord. Ja, goed spel, leuk. Ja, nou, Esseldien, begin jij? Misschien. Ja. Ik heb altijd zoiets van, we starten wel gewoon, dan zien we het wel. Ja. Yay! Ik gooi een heel kaart en 6. Hé, hey, maar is het nou 6 of 9? Ja, maar wat, met de ster moest je dat ding pakken. Ja, is het een 6 of een 9 eigenlijk? Het is een 6, toch? Ja, het is een dobbelster. Ja, een 6. Saas. 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 Heel kaart. Wingardium. Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Ja, die moet je voor je leggen. Ja, oké. En dan nou, moet je gaan bewegen. Ja, dan, ik laat jullie even een uurtje weten hoe dit was. Ik vind het een heel goed... Wel, we begrijpen het spel eindelijk. Ja, jongens, we begrijpen het spel. Leuk. Het is echt super. Het is ondertussen al donderdag.
Het is ondertussen alweer de dag erna. Er is nog steeds geen winnaar. Weer is aan het slapen in de stekker. Ik vind het heel zielig, maar... Hey, schatje, je ligt letterlijk... Wat doe jij? Oh, je ligt letterlijk op een stekker. Oh, je bent zo schattig. Oh, ik wil je echt opeten. Beer en ik gaan Prince Charming kijken. En dit is de finale. En ik zet nu al mijn geld op Ferdy. Fik, wat zeg jij? Ferdy. Ferdy it is. Ja, maar ik vind... Oh, hij is zo knap, Tim. Ja, Fik is dus verliefd op hem. Ja, oh, je ziet het niet, maar op Tim. Tim is echt mijn doel. Ja. Jongens, ik snap hier echt geen fuck van. Nee, ik snap het wel. Het is misschien nog een beetje. Ik heet het Ik dacht echt dat hij het was. Nee, ik vind Mark zo leuk. Nee. Nou, ook hun wisten mij al op dag 1 te pakken. Ik heb dit nooit doorgehad tussen. Ik wel. Ik kan geen hand. Vond het zo leuk. Wow. Ik was echt team Ferdy. Goedemorgen, het is vandaag donderdagochtend en ik zit in de auto en ik ben samen met Beertje. Hey schatje. En ik heb dus afgesproken met een vriendinnetje. Ik heb haar volgens mij echt al een jaar niet gezien. En ik ken haar van de camping. Ik ben vroeger dus elk jaar echt van mijn 4e tot mijn 15e naar dezelfde camping in Nederland geweest. Super leuk, echt aan te raden campings. En daar heb ik haar dus ontmoet. En ze woonde altijd in Amsterdam en nu woont ze in Gorinchem. Gorinchem, geen idee. In ieder geval, het is een uurtje rijden. Ze heeft ook 2 honden, dus ik heb Beertje lekker meegenomen. En dan gaan we lekker wandelen. Beer, waarom ga je altijd zitten als ik je uit wil laten? Kijk hoe leuk deze honden zijn. Ga maar spelen. Waarom ben je zo fors? Ik ben inmiddels thuis. Sorry, ik draag dus weer deze trui. Dit had ik gisteren ook aan, maar hij is zo lekker. En ik vind het colletje ook lekker als ik buiten loop. Dat het zeg maar warm is. En ik heb deze van Heidi Dameskleding. Dat is een winkel in Horen. En die verkoopt nu dus ook online. En je hebt ze echt in superveel kleurtjes. Dus ik denk dat ik misschien nog wel wat kleurs bij ga bestellen. Want hij is echt super warm en super chill. En ik ben even langs Backfood gegaan. Tada! Misschien herkennen jullie het logo. Maar dat is dus eigenlijk een winkel in Amsterdam die echt super gezonde... maaltijden verkoopt. En dat is super chill, want het gaat ook gewoon via Uber Eats. Of je kan gewoon langs gaan en je bestelling ophalen. Maar je kan zelf helemaal je eigen salade of maaltijd eigenlijk samenstellen. Dus je kan bijvoorbeeld kiezen uit sla of uit rijst of wat hebben ze nog meer. Ze hebben echt allemaal dingen. Kip, garnalen, courgette, broccoli. Allemaal kan je erin stoppen wat je maar zelf wil. En het is super vers. Dus ik was er eigenlijk, ik heb wel vaker bij hem besteld. Maar ik was er vandaag voor het eerst echt... in de winkel. En dan zie je ook echt hoe vers het allemaal wordt gemaakt. Dus dat is super belangrijk. Juist omdat ik nu iets meer wil focussen op gezond eten. En ook niet alleen gezond qua gezonde producten. Maar ook misschien iets duurzamer eten. Omdat ja, in zoveel eten zit gewoon troep. En bij dit weet je wel echt dat het goed zit. Het verbaast me ook, want het is totaal niet duur. Dus ik raad het zeker aan. Ja, ik ga hem straks even openmaken. Dan ga ik het laten zien. Maar ik raad het in ieder geval heel erg aan. Want het is gewoon echt gezond en goed voor je lichaam. En helemaal niet duur. Oké, dit is dus alles wat in het bakje zit. Dit is echt gewoon een maaltijd voor 2 dagen. Dit is zoveel en alles is zo gezond. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En sorry dat ik weer deze trui aan heb. Ik zeg dat zo vaak in mijn vlogs. Het lijkt wel alsof ik altijd dezelfde kleding aan heb. Maar dit ligt gewoon bovenop en ik ga zo omkleden. Maar ik had het gewoon even koud. Ik heb lekker ontbeten en nu ga ik een TikTok opnemen met Beer. Die ik echt al heel lang na wil maken. Het is de TikTok dat Beer en ik samen spaghetti gaan eten. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar wordt volgens mij wel grappig. En wat vinden jullie van mijn haar? Het is echt wel een stukje korter. Ik heb natuurlijk mijn extensions eruit. Maar ik vind het zo lekker dat ik gewoon lekker het kan wassen. En lekker door mijn haar zelf kan gaan zonder die extensions te voelen. Ik ben er echt wel blij mee. En ondanks dat het nu iets dunner is en korter vind ik het toch wel leuk. Ik heb het net alleen weer gewassen met zilver shampoo. En het is een beetje paars. Maar goed, dat gaat er bij mij gelukkig wel snel uit. Oké, Beer. Are you ready for our TikTok? Yay! Hij kijkt me echt aan van, doe het niet. Hey Beer, wordt leuk. Ik ben nu ook echt 6 draadjes spaghetti aan het koken voor mijn TikTok. Oh, mijn hele camera beslaat. Oh mijn god, alles valt in mijn grootste. Dit is zo ranzig. Ik ga een nieuwe spaghetti bakken. Koken. Hey Beer. Thank you.
Nou, de TikTok met Beer ging echt geweldig. Hij staat op mijn Instagram account voor als jullie het willen zien. En toen heb ik Beer even teruggebracht naar Meidrecht. En nu ga ik eten. En ik heb eigenlijk dus met Luna afgesproken om daar... Oh mijn god, dat was die Albert Heijn tas. Ik heb net een Albert Heijn tas neergezet en die ritselde nog een beetje. Ik dacht echt, oh mijn god, toch niet weer muis. Ik heb met Luna afgesproken om een wijntje te doen, een hapje te eten. Maar ik heb zo'n honger. Ik heb vandaag bijna niks gegeten. Dus ik ga even iets uit de koelkast pakken. Namelijk deze van Backfood. Die heb ik namelijk nog natuurlijk van gisteren. Ik had twee boxen, dus ik ga deze even openen en een beetje van eten. Want ik heb echt honger. Kijk hoe goed dit eruit ziet, jongens. Oh mijn god. Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend en ik ben lekker wakker geworden. Gisteren was echt super gezellig bij Luna. We hebben lekker een wijntje gedaan. Het voelt toch een soort van als de laatste avond. Omdat natuurlijk de avondklok ingaat, dus het is eigenlijk ook een soort van de laatste avond. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Tuurlijk vind ik het niet chill en had ik het liever niet. Maar ik probeer wel de positieve dingen ervan in te zien. Gewoon lekker thuis, 's avonds. Gewoon lekker op mezelf focussen. Dus dat is op zich wel chill. Ik ben ook echt niet een type die tot 4:30 door kan halen of zo. Ik hoor sommige mensen dan zeggen, ja, maar dan kunnen we toch eens nog een wijntje doen dat het tot 4:30 blijft. Dat ik denk, oh mijn god, nee. Ik heb gewoon echt, soms ben ik er gewoon klaar mee en dan wil ik ook gewoon naar huis kunnen. Dus ja, die avondklok is wel positief, gaat het denk ik wel voor mij werken. En ik werd dus wakker met de gedachte, ja super raar, dat ik echt zoveel zin had in een milkshake. Gewoon zo'n lekkere ijskoude milkshake van de Mac. Nu voel ik me een beetje slecht als ik voor één milkshake Mac ga bestellen. Dat doe ik de bezorger niet aan. In de buurt hebben we niet echt iets waar ik een milkshake kan maken. Dus ik dacht, laat ik dat gewoon zelf maken. Ik heb dat dus al een keertje gedaan met Amanda. En het enige wat je nodig hebt is vanilleijs, melk en banaan. En volgens mij heb ik dat allemaal nog thuis. En anders ga ik even naar de app. Dus dit wordt project milkshake. En ik ga gewoon een heerlijke milkshake voor mij en Fik maken. Ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Ben ik de enige die ijs in de magnetron doet omdat hij niet wil wachten tot het gesmolt is? Oh, misschien is dat geen goed idee. Oké, dit ziet er heel vies uit, maar ik heb ijs en ik vond ook nog chocoladeijs. Dus vanilleijs, chocoladeijs, melk en banaan. Ik ben heel benieuwd. Oh. Ja, wacht. Oké, dit lukt niet. Tadaa, kijk hoe mooi. Volgens mij zijn ze echt goed gelukt. Oh mijn god, deze milkshake was echt geweldig. Echt zo simpel ook om te maken en zo niet gezond. Maar boeien, het is zaterdag. En ik ben trouwens best wel benieuwd naar jullie mening. Want ik heb dus vandaag een outfit aan wat echt niks voor mij is. Die broek vind ik super leuk, maar ik moet er gewoon echt aan wennen. Maar vinden jullie dit leuk? Het is gewoon een topje en dan is het zo'n broek. Wacht, ik ga hem even laten zien in de spiegel. Oké, dit is het dus. En ik weet het niet. Het is een beetje een mix van, oh my god, ik ben super stylish. Of van, dit is een broek van mijn opa geweest. Of van, ik ben een geschiedenisleraar. Maar ik denk dat ik het gewoon een kans ga geven. Ik vind het op zich wel iets hebben. Ik moet er gewoon alleen een beetje aan wennen. Deze trouwens van Lovies, die dus ook aanstaande donderdag te zien is in mijn Lovies shoplog. Het is vandaag zondag en jullie weten wat ik altijd doe op de zondag, namelijk wandelen in het Vondelpark. Dit is echt al de derde week op rij dat ik op zondag door het Vondelpark loop. Ik ben vandaag niet alleen, maar ik ben met Thomas. En ik heb dus weer... Hi. Dat was zo awkward. Ik heb dus weer een koffietje gehaald, omdat ik het gewoon niet op wil geven. En ik wil gewoon dat het me gaat lukken. Vorige keer had ik een latte, ik heb nu een cappuccino. Ik weet niet wat het verschil is, maar... Vorige keer lukte het me niet, dus ik dacht ik ga voor wat anders. Ik laat jullie weten hoe dit gaat. Okay guys, a little update. I'm walking through the Vondelpark again. And I have a cappuccino. And I don't like it. Godsamme. Bij elke slok denk ik echt dat ik moet gaan kotsen. Het boeit je er waarschijnlijk ook niet. Ik neem jullie mee in de journey van... Hoe zeg je dat? Journey? Journey. Journey. Journey van Lisa leert koffie drinken. Hoe zou jullie hebben hier zo niet om gevraagd. Ja, nee, niet kotsen, maar gewoon ik vind het gewoon... Ik heb hem wel al bijna op. Het schilde, die latte, die was echt super groot. En dit is natuurlijk best wel een klein bekertje, dus volgens mij zit ik al op 3/4. Je gaat er aardig hard mee. Ik ben net hier aan het bloeien. Jij tikt het naar achter. Ja, omdat als hij eenmaal lauw is, dan vind ik het helemaal niet lekker. Dus het moet nu. En dan ben ik er eerder vanaf. Goed. Kai en Joram, als jullie mijn vlogs kijken. Ten eerste hebben jullie niks beter te doen. En ten tweede, we missen jullie. De Wandel Groepa. Jongens. Ik kan ook gewoon niet een slok nemen zonder een vies hoofd te trekken. Ik ga dit weggooien, ik kan het niet. Nee, niet weggooien, zonde. Jawel. Doorzetten nu. Kom op, doorzetten. Nu denken die hardlopers dat ik het tegen hun heb. Doorzetten, jongens. Gewoon doorzetten.
Jij gaat koffie kunnen drinken. Oh, gadver. Word je volwassen, zoals ik. Ja, I know. Ik wil ook volwassen zijn. Ja, wil volwassen zijn. Oké, nou, ik ga mijn camera uitzetten, want mijn arm wordt lam. Kijk jongens, hij is op. Dit is alleen nog maar melk. Dus ik heb mijn doel gehaald. En ik heb niet geholpen. Nee. Met opdrinken. Nee, echt niet. Dit is allemaal echt. Nee, schat, doe dan niet zo stom, want ik heb hem echt gewoon leeg gedronken. Wat zit je nou met kutten? Nou jongens, we lopen weer in het Vondelpark hoor. Echt gezellig met al die ME-busjes en politie. Oh, is dat die niet? Je bent totaal niet verdacht als je zo loopt. Loop ik in het Vondelpark, kom ik Essel tegen. Hey. Gezellig, dus nog een rondje. Ja, elke zondag hè, wandelgroepen. Oké, nou, de mensen waarmee ik ben, die wilden per se kijken bij Museumplein hoe het daar aan de hand is. Ik ben er een beetje op tegen, maar goed, ik ga ook niet mijn eentje naar huis. Maar het is wel iets rustiger, maar er waren hier dus net allemaal rellen. Noodbevel. Er stond er. Noodbevel, verlaat gebied, politie treedt op. Dus waarom zijn we hier, als ik graag mag? Ja, ik wil optreden zien. Ik weet niet. Ik heb altijd zoiets van, we kunnen deze situaties beter vermijden. In plaats van dingen gaan opzoeken. Ik weet niet. Protesten super top, maar het kan ook doorslaan. En het is volgens mij vandaag wel een beetje doorgeslagen. Jongens, kijk hoe lekker dit eruit ziet. Ik ben weer zo niet healthy bezig. Maar dit is een soort mini cheesecake. Ik ga het nu proeven. Wat lach je nou? Ik heb vandaag koffie gehaald. Ik ga het nu proeven. Nu heb ik een mini cheesecake gehaald. Ik ga het nu proeven. Het boeit iedereen wat ik eet. Kijk hoe lekker het eruit ziet dan. Oh mijn god. En ik ben niet eens in beeld. Mm. Oh, het smaakt echt naar alcohol. Er stond ook op de verpakking dat er alcohol in zit. Ja weer. Wel lekker. Wat voor alcohol zal erin zitten? Bevat alcohol. Ja, maar dat proef je. Heerlijk. Verder is hij top. Ik ben inmiddels weer thuis. Echt net voor de avondklok. Het is 9:15. Ik vind het toch wel een beetje een dingetje hoor. Ik vergeet het ook gewoon. En dan dacht ik ineens, kut, ik moet nu snel naar huis. Maar goed. En nog even over vanmiddag, al die opstanden. Ik wil er toch even mijn mening over kwijt. Ik vind zeker dat mensen mogen protesteren. 100%. Als je ergens niet mee eens bent. We leven in een land. Vrijheid van meningsuiting, mag je dat dus gewoon zeggen. Maar ik vind het nu wel iets te ver gaan. Het is nu gewoon vandalisme. Ik bedoel, in Eindhoven zag je gewoon dat mensen politiewagens omgooiden. En gewoon de ruiten in gingen slaan. Supermarkten die worden overvallen. Pinautomaten worden overvallen. En dan denk ik, ja, wat heeft dit dan nog met corona te maken? Dus ik weet niet, ik vind het allemaal een beetje eng of zo. Ik maak me een beetje zorgen over in hoeverre dit allemaal gaat escaleren en door gaat slaan. Ik bedoel, vorige week was er al een Museumplein in opstand, nu weer. Wij gingen even kijken, maar het was vrij rustig, maar we waren best wel laat. Ik wilde overigens niet kijken, want ik hou daar niet van. Het liefst ontloop ik al die situaties, maar goed. Misschien ook wel goed om gewoon echt te zien hoe de realiteit is. En volgende week gaat er dus weer een opstand komen. En ik heb een beetje het gevoel alsof het elke week groter gaat worden. Dus ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind het allemaal een beetje eng. Misschien moet ik ook niet te veel over nadenken. Ik weet het niet. Ik hou er gewoon niet zo van. Maar goed, het is nu zondagavond. Ik ga lekker mijn vlog editen. Dus bij deze mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. En vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. En een reactie te plaatsen. En het abonneren, want dat zou ik heel leuk vinden. Doei doei!